Verschieten mensen er soms van? Ja. Want, allee, ik kan er wel in volgen, nee, dat uw man erin geïnteresseerd is, maar... Ja, omdat ze niet snappen dat dat een interessepunt is. Ja. Heel veel mensen van, ah, ieder, ja. Nee, dat is een interessepunt. Die is een visies waren fenomenaal. Die is een ideeën waren goed. Dit zag u gisteren al in Ter Zake. Vandaag reageerde de onthaalmoeder links en rechts in de media. Er zou sprake zijn van gemanipuleerde uitspraken. Ik kan niet één ding zeggen. Dit is volledig uit de context getrokken. Ja? Er zijn dingen gecombineerd die daar niet buiten zijn. En zoals wat dan? Nee. En u gaat u een klacht indienen? Ja, dat heb ik niet gedaan. U hebt het gedaan. Er was nog een zogenaamd uit de context gerukt stukje over de Holocaust dat we niet in de reportage verwerkten. Al die zeven over de Joden, sorry, hè, maar dat ging een dikke zaak in zeven. Want het ging niet alleen over Joden, het ging over gehandicapten, het ging over zigeuners, het ging over politiekers, het ging over homo's en lesbiennes. Ja. Dus die zeven dat ze er maken over die... Want eigenlijk, hè, als je heel eerlijk bent en als je begint te lezen, hè, dan worden de Joden, dat is maar zo'n klein stukje van al de rest. Terwijl ze zeggen dat er 6 miljoen zouden... Nee, het zijn er 6 miljoen in totaal. Van de Joden is maar een klein stukje. Ik heb naar bij de Joden gewerkt, dat is inderdaad een onmogelijk volksje. Ja. Echt waar. Die vinden hun eigen überrasch. Ja. Dat deze mevrouw ook twee Marokkaanse kindjes opvangt, zat ook niet in ons verhaal. Wel in het studiogesprek. Er zitten dus twee aangepaste kindjes van Marokkaanse origine bij de onthaalmoeder. Al moeten daar weinig misverstanden over bestaan. Ik heb ondervonden dat alle klanten dat ik hierna heb, op deze moment, dat die allemaal zo weten hebben van, god, die heeft toch geen misland binnenpakken. Ze zeggen het niet, met komt erop neer. Ja. Hoe gaat u om met mensen met hoofd? Ik kom er niet op. Ja. Kind en gezin heeft erkenning van deze onthaalmoeder intussen ingetrokken. Al lijkt ook dat weinig indruk te maken. En als ze uw erkenning afnemen, wat dan? Dan mocht je het niet meer doen, of wat? Dan mag ik het nog wel doen, want ik ben zelfstandig. Ja. Dus dan mag ik het blijven doen, maar dan krijg de golle geen papier niet meer voor de belastingen. Ah, ja. Wat eigenlijk dikke zaak is, want als golle de forfait pakt, heeft evenveel. Ja. Ja. Dus eigenlijk, dat papier is eigenlijk niks meer. Dus maakt het u eigenlijk ook niet uit, of dat je die erkenning hebt? Het maakt mij eigenlijk niet uit, maar het maakt heel dikwijls de klanten uit.